Goedemorgen iedereen. Vandaag ga ik het hebben over de donkere kant van de duivensport. Maar voordat ik dat doe, krijg ik telefoontjes. Je moet je telefoonnummer achterlaten. Als je wilt dat ik je terugbel. Wees duidelijk en zeg: Je nummer zegt er twee keer. En dan probeer ik je terug te bellen. Maar oké. Okay. Laten we naar de donkere kant gaan. Van de duivensport. Wat is de donkere kant van duivensport? We zullen. Ik heb daar ervaring in. Ik heb dingen gezien. Dat sommige mensen deden. Duivenvliegers. Naar duiven. Dat was niet eerlijk. Ik zag een keer een man. Doe een vogel in de mand. Nadat ze die vogel in de mand hadden gestopt. Tot aan zijn eerste knokkel. Precies daar. Met bloed. Hij legde die vinger. De duiventil omhoog. En het pijn doen, doe pijn bed. Zo slecht dat hij bloed aan zijn vinger had. Toen ik dat zag, ik zei tegen die man: Raak mijn duiven nooit aan. Een andere keer. We waren de vogels aan het zetten. En naast mij was een andere man die zijn beurs verscheept. En ik hoorde een knal. op de duif. Zo hard dat ik het kan horen. In mijn oren toen, zoals nu, niet zo goed. Hij kneep in die duif. Hij kneep er zo hard in. Hij brak. een van de luchtzakken in die duif. Die duif. Waarschijnlijk nooit thuis gekomen. Wat ik je zeg is dit: Er zijn enkele duivenvliegers. Dat gewoon. Om de een of andere reden. Vlieg niet eerlijk. Ze mogen je misschien niet persoonlijk. Misschien de kleur van je huid of de kleur van je haar, je ogen of iets over jou. Waar die duivenvlieger niet van houdt. Hij behandelt je niet eerlijk. Je moet onthouden. Duif Flyers. Ze zijn echt niet je vrienden. Sommige van hen zouden kunnen zijn. Maar het zijn concurrenten. Je moet met ze concurreren. En je moet proberen ze te verslaan, en zij moeten proberen jou te verslaan. En ze zijn niet altijd eerlijk. En niet altijd eerlijk. En het zijn geen goede mensen. Ze hebben de sport echt pijn gedaan. En dan klagen ze dat dit bord naar beneden gaat. Natuurlijk, het gaat naar beneden. Duiven komen niet terug. Flyers werken hard, bereiden hun vogels voor. Het beste doen. Ze kunnen eerlijk om te proberen en te winnen. Dus onthoud mijn ervaringen. Bloed aan de vinger. Een vogel zo hard knijpen. Dat ze in een oogwenk misschien kel hebben gekraakt. Dit zijn geen aardige mensen. Dat is de duistere kant van duivensport. Wees je er bewust van. Schaam je niet om tegen iemand te schreeuwen. Waarvan u denkt dat het uw vogels pijn doet. Mijn broer heeft het gedaan. Man. Ik heb hem vaak gehoord. Knijp niet in mijn vogels, is wat hij zei. Nou, ik denk dat dat het is. Bedankt voor het kijken. Abonneer je AUB en geef deze video een duimpje omhoog. En wees eerlijk, als je aan het racen bent, uw duiven.